René Eschuis, jij hebt wel echt groot nieuws. Ja, dat kan ik wel zeggen, ja. Ja, gisteren een beetje aan het lachen, een beetje aan het dollen. En op een gegeven moment ging ik op mijn knieën en ik zei, schat, wil je met me trouwen? Ja, ik denk, ja, nu 16 jaar, ik heb een nieuwe single, die komt eraan, ik wil de man zijn. Ik denk, ja, nou, dan wil ik haar man zijn. Dus ja, op deze manier heb ik haar net ook weer live op de radio gevraagd, dus... Uiteindelijk heb ik er 16 jaar over nagedacht, wanneer gaat hij me vragen? En gisteren was eindelijk het moment daar en ik heb ja gezegd. We begonnen eigenlijk een beetje lacherig en ik dacht, ja, waarom ook niet? Ja, dat zeg ik. Ik heb er helemaal niet over nagedacht en dat moet je ook niet doen, denk ik. Dat moet spontaan komen en nu hebben we het dus ook live op de radio gedaan. Mensen snappen er niks van, maar als wij het maar begrijpen. Nou, ik zou zeggen, je mag elkaar zoenen. Dat gaan we zeker doen.